Dames en heren, hartelijk welkom in Berlijn. We staan hier in een oude fabriekshal. Maar met oudheid heeft dit niets te maken, want dit is de wereld van de Hyundai. We zien hier de WRC, we zien hier de i30 Turbo, de Genesis of de Santa Fe. Maar we zijn eigenlijk maar naar één auto benieuwd. En dat is de opvolger van de Hyundai iX35, de hagelnieuwe Hyundai Tucson. Ja, dit is hem dan. De compleet nieuwe Hyundai Tucson. Een geweldige auto die eigenlijk compleet anders is dan de Hyundai iX35 die we kenden. Hij is veel geraffineerder, hij is veel atletischer, eigenlijk gespierder. En Peter Schreier, de topman van design, die is verantwoordelijk voor deze auto. This is a complete different car than the iX35. Mm-hmm. It is the first Peter Schreier car. What are the design USPs, the unique selling points? Well, I think mainly it's the overall stance of the car, the overall proportion. It has a much longer hood. The current iX35 is more kind of cap forward, or a more SUV-ish, and this is a true SUV with quite some stance. It's bold. Yeah, it's a lot bolder. It has that the special wheel arches and it has quite a compact cabin, which makes it kind of look sporty, but yeah. Still there is a lot of space in the car. It's grown a little bit compared to the old one, so I think it's quite a good combination of all of these things, as well as practicality, as say lifestyle or sportiness. Yes. En ja, hij heeft er 2,5 jaar heeft hij eraan gewerkt. Normaal doe je er 3 of 4 jaar over. Zo snel en zo ambitieus is hij te werk gegaan met het Koreaanse team. En dit is het resultaat wat in augustus. Ja, na zomer bij iedereen in de showroom staan. I think what I enjoy the most is the moment now when the car is ready and we can proudly present it. But personally, the way I enjoy doing design is I like to work hands-on. So I'm not the boss that sits in an office and directs someone somewhere. I like to go to the designers and work together with the designers on the model and. We did a lot of refining work, especially on the front, but also on the rear end. Also to capture all these technical requirements, regulations, pedestrian impact, all these things. It's fun to finally, when you have a solution, it makes you happy. But especially, it is your first Hyundai to design, isn't it? Yes, yeah. Yes, expectation must be quite high. How did you go on with the tension of making it and develop such a beautiful car? Well, with every car that you do, you always have the ambition to make it the best that you can. And the tension is not different to another car. It's always, every car that I do, I try to do the very best and always try to make it in a way that I want to drive it too. Laten we eens verder kijken. Wat er opvalt is dat hij heel krachtig en gespierd uiterlijk heeft. Maar hij blijft in proportie. Hij blijft eigentijds. En als je dan ziet, is dat die ruimte die is ook veel forser dan bij de iX35. 513 liter en dan is er nog wat ruimte hieronder. Hij is 6 centimeter langer, 3,5 centimeter breder, maar wel wat lager. En dat komt het design van die auto gewoon ontzettend goed. Maar wat mij persoonlijk gewoon het meest tot de verbeelding spreekt, is die krachtige voorkant met die gemene oogjes eigenlijk die je aankijkt. Dat komt eigenlijk door die nieuwe koplampen die veel meer licht uitstralen, waardoor ze kleiner kunnen zijn. En dat geeft hem iets brutaals, misschien iets agressiefs, maar zeer tot de verbeelding spreekt. Eigenlijk oordeel zelf.